Dit moet het zijn. Of is het die daarachter? Is dit hem? Want hoe werkt het? Wij moeten wat gaan tekenen. En als onze vader het ziet wat we tekenen, koopt hij het voor ons. Moet ik dat allemaal kopen? Ja! Nee, hè. Maar dan moeten jullie het goed tekenen, want als het er niet op lijkt, ja, dan weet ik natuurlijk niet wat ik moet kopen. Ja! Hebben jullie al dingen gezien? Ja! Nou, ik ben benieuwd. Ja, we zijn namelijk in Italië. Op vakantie en heb je allemaal leuke marktkraampjes en ze zeiden al, we hebben zoveel leuke dingen gezien. Dus we gaan het zien. Maar voordat we gaan beginnen. Gekken! En we gaan voor de papa-jacht. We gaan voor de 500 duimpjes omhoog. 500! 90 duimpjes omhoog! Maar dat is bijna! 15.000! Oké, nou dan ga ik er vandoor. Jullie gaan tekenen, kom ik over 10 minuten terug, oké? Ja, Lisa! Nou, laat het tekenen! Ik ben benieuwd! Zet hem op, hè! Oké, jongens, wat gaan jullie tekenen? Ik ga een battle pass tekenen. Een stuurauto. Een unicornband. En ik ga een hondje doen. Jij? Ik ga een muur. Ga je? Een muziekbox. Oké, laten we maar gaan tekenen. Bram, mag Bram? Ik ben een unicornband aan het maken. In een verpakking. Ik ben een bestuurbaarauto aan het tekenen. Omdat ik een hele coole Ferrari bestuurbaarauto zag, daarom ben ik hem aan het tekenen. Ik hoop echt dat mijn vader het ziet, dat hij weet wat het is. Hoe gaat het? Want we hebben nog maar 5 minuten. Oh, gaat het goed hoor. Gaat het goed hoor. Ja, gelukkig. Cool. Oh, wacht, ik ben een oogje gegeven. Ik laat. We zijn klaar! Oké, is het gelukt? Ja! Laat het zien. Oh man. Oh, het zijn sowieso mooie tekeningen. Ojojoj. Nou, dan ga ik het maar eens meenemen. Heel benieuwd of ik dit kan vinden wat je allemaal hebt getekend. Ik hoop het! Ik ben nu in het centrum van Italië ergens, in een stadje. En zoals je kunt zien, allemaal kraampjes. Dus volgens mij zijn hier wel dingen te kopen ja, die de kinderen getekend hebben. Dus ik heb hier de tekeningen. Kijk, dit is, ja, ik denk een pistool. En dit, wat zou dit zijn? Iets met een unicorn. Nou, dit weet ik nog niet. Moet ik even zoeken. Ja, dat is een hondje. En wat is dit dan? Nou, ook even kijken. En iets denk ik met muziek, want ik zie hier muzieknootjes. Nou, maar eens even gaan kijken of ik het kan vinden. Ik ga mijn best doen. Let's go. Op zoek naar een speelgoedkraampje. Spannend. Ga ik het vinden of ga ik het niet vinden? Wat denken jullie? Het is ook echt warm hier, dus volgens mij zijn de mensen nog allemaal binnen. Kijk, daar verderop zie ik wel kraampjes. Eens kijken of daar wat te vinden is. Dit is een speelgoedkraam. Allemaal leuke spulletjes. Hier moet ik het toch kunnen vinden. Hallo. Nice toys? Ja. Great. Nou, dit is echt heel veel te vinden. Eens even kijken hoor. Het eerste. Een paars hondje, denk ik. Paars hondje. Allemaal mooie sieraden.
gitaar. Dat is geen paars hondje. Zonnebrillen. Paars hondje, paars hondje, paars hondje. Kijk hoor, hier zijn de hondjes. Hondjes, hondjes, hondjes. Ja. Hey, dat moet hem zijn. Ik zie een hondje met een brilletje. En hij is paars. En heeft een brilletje, een groen brilletje zelfs. Dit is hem. Ja hoor. Dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. Oh kijk, dit is grappig. Dit hondje, als het goed is, kan die ook aan. Ja hoor, kijk eens even. Hij blaft zelfs. Nou, dat is één. Die hebben we alvast. In de pocket. Gaan we door naar het volgende. Dit pew pew staat hier. Het kan maar één ding betekenen met kogels. Een pistool. Een pistool, een pistool, een pistool. Mooie poppetjes. Kijk. Ja hoor, pistolen. Groen, blauw. Nee, blauw, geel. Zie ik niet. Het zijn wel gaaf pistolen, volgens mij. Wauw. Dat is cool. Kijk, dit lijkt er meer op. Ja hoor, dit moet het zijn. Bam. Nou. En hij schiet ook echt. Doet het echt super goed. En deze is goudkleurig. En dat lijkt wel een beetje op deze. Dus ik denk dat dit pistool toch wel in de buurt komt van dit pistool. Ja, ik ga het gewoon doen. Ik weet niet of het goed is, maar ik ga voor een pistool. Oh. Oké, wat is dit? Oei, oei, oei. Wat is dit? Ik zie muzieknootjes, een heel groot rood ding. Zou die hier ook zijn? Gitaar, komt wel muziek uit. Is ook rood. Zou dit het zijn? Het is geluid. Misschien is het wel deze gitaar. Ik denk dat het deze gitaar is. Denk ik. Al zie ik daar ook boxjes. Even kijken. Koptelefoons, bokjes. Hey. Kijk eens. Ja, zwart. Oh, dit is het. Oh, wauw. Bluetooth mode. Wauw, nou die doet het. En dan kun je natuurlijk je telefoon en muziek sluizen. Dus deze is die. De verkoper die denkt dat dit hem ook is. Ja, deze willen we ook. Oké, nou, weer eentje binnen. De Battle Pass. Ja, ik heb geen idee wat dit is. Ik zie geen Fortnite. Nergens Fortnite. Fortnite, Fortnite, Fortnite. Ja, Fortnite? Nou, ik kan het hier in die kraam niet vinden. Ik zie niks van Fortnite, alleen maar sjaaltjes en dingen. Maar ik heb het idee dat het iets is wat je kunt bestellen. Dus ik pak even mijn telefoon erbij. Hoe kan ik een Battle Pass kopen? Kijk, de Battle Pass en dit is Battle Pass 1. Battle Pass, bestel nu. Toch gelukt. Dus deze tekening, geen idee van wie die is, maar ik heb een Battle Pass gekocht. Dus ik hoop dat het goed is, maar ik heb online een Battle Pass gekocht. Nu even een uitdaging. Dit is een unicorn, maar help me even. Wat voor een unicorn? Er zijn natuurlijk wel unicorns te vinden, maar wat zou het kunnen zijn? Ah, water, water, water. Een luchtbed unicorn. Het is een opblaas unicorn. Even kijken, ik zie er wel allemaal opblaasdingen. De achterin, opblaas, opblaas. Een zwaan, flamingo, eend. Nog geen unicorn, unicorn, unicorn. Even kijken, oh hier nog meer. Ding, luchtbed. Ja. Ah. En dit. Dit. Ja, dit ziet eruit als hetzelfde. Dus dit is de unicorn. Ja, dit moet hem zijn. Zou dit hem zijn? Ja, 100%. Dat kan niet missen. Hele gave unicorn, opblaas unicorn.
Ja, goed getekend ook zeg. En dit is een andere model. Oh, een andere? Dat is een, ja, dit is een flamingo. Nee, dit is duidelijk een unicorn. Ja, dit moet hem zijn. Ja hoor, de opblaasunicorn. Ja, deze ook graag? Kijk, nu zoek ik alleen nog deze. En dat moet een afstandsbestuurbare auto zijn. Voetballen, hartstikke mooi. Maar het is geen afstandsbestuurbare auto. Maar hier staan ze wel. Kijk, dit moet het zijn. Of is het die daarachter? Ja, ik denk dat die daarachter is. Ik denk die. Ja, deze is gaaf. Kijk, dit is dan de afstandsbediening volgens mij. Met een antenne erop. En dit is dan de Ferrari. Kijk maar, zwart voorruit. Deze ook. Ja, dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. Oh! Kijk, die deuren die gaan ook open. Oh, wauw. Oh, wauw. Ja. En de deuren kunnen open. Nice. Good one. Thank you. Thank you. Nou, ik neem de cadeaus mee. Hopelijk zijn ze blij. Thank you. Bye bye. Kijk, nou. Nou, ik ben weer terug. Kijk, ik ben zo benieuwd. Heel benieuwd. Even kijken. Ik begin met deze. Van wie was deze tekening? Van mij. Van jou? Nou, wat moest het zijn? Een bestuurbare auto. Een bestuurbare auto. Ik heb dit gekocht. Ik weet niet of het goed is. Gaan we eens kijken. Yes! Dat is een goeie! Is dat een goeie? Yay! Wauw! Je kan deze open doen. Van wie was deze tekening? Van mij! Oké, ik heb wat. Ik weet niet of het goed is, maar ik heb dit gevonden. Ja, deze is het! Is dat een goeie? De ogen gaan aan! Oh, de ogen gaan aan! Echt? Oh, de ogen gaan aan! Ik heb ook zo'n mondje! Oké, van wie was deze? Van mij! Ik dacht eerst dat het de gitaar was. Maar volgens mij is het dit. Ben ik heel benieuwd of het goed is. Ja, een bos. Was dat de goeie? Ja. Ah, dat heb je goed gedaan. Ja, wat? Van wie is deze? Is die bij jou, Guus? Ik dacht dat het een heel cool pistool was, wat jij had getekend. Klopt dat? En nu heb ik dit gekocht. Is dat wel goed? Ja? Schiet op de camera! Van wie is deze? Van mij. Van jou? Ja, ik zag Fortnite staan, maar er zat niks in het kraampje. Toen dacht ik in één keer, hey, Battle Pass. Ja. En toen ben ik eens op mijn mobiele telefoon gaan kijken. En ik heb een Battle Pass gekocht. Dan is er nog eentje over. Ik. Deze tekening. En ik dacht, dat moet iets van een unicorn zijn. In het water. Ik dacht, dat is een unicorn luchtbed. Is dit hem? Ja! Is dat de goeie?